Tijdens de Olympische Spelen van Sydney in 2000 won ze met Christy Bogert een zilveren medaille. Ze verloren toen de finale in het damesdubbel van Venus en Serena Williams. Tegenwoordig is het niet meer de tennisbal die haar leven beheerst, maar voedsel. Een gezond eetpatroon, voldoende beweging en afvallen zijn de thema's waar Mirjam Ormans zich met To Be Fit for Life mee bezighoudt. To Be Fit for Life is een programma wat de levensstijl van een persoon doet veranderen. Op zowel afvalgebied, maar ook op sportgebied. Of mensen die gewoon een gezondere levensstijl willen gaan aannemen. En daar probeer ik de mensen in te begeleiden. Het is gewoon eten uit de schijf van 5. Geen rare pillen en poeders en rare fats. Je kunt gewoon je boodschappen doen. En ja, je weet waar je aan toe bent. En voor bepaalde dingen die je echt niet lust, heb je een alternatief. Neem plaats. Je was een stevige tennister, ook qua postuur. Heeft dat ook die link gelegd naar wat je nu doet? Nou, ik heb er inderdaad wel moeite mee gehad om zeg maar mijn gewicht op hetzelfde niveau te houden. En ik had gehoopt als ik daar dus meer van had geweten, van voedingsadviezen, of dat ik gewoon daar wat meer in begeleid zou zijn. Had ik gehoopt dat ik daar wat makkelijker mee om zou kunnen gaan. Het klikte en ze weet me precies op het juiste moment met de juiste woorden te motiveren als het even eens een keer wat minder gaat. En dan is het resultaat de week daarna weer gewoon weer beter. En ja, het is gewoon, ik vind het perfect. Hoe is deze week gegaan, Hasjan? Het is goed gegaan. Ik heb nergens geen moeite mee gehad. Geen dipjes. Wat erop stond deze keer was allemaal precies wat ik lekker vond. Ik heb niet veel hoeven te schuiven. Hoewel dat wel mag, maar het was goed deze week. Zou jij kunnen beweren dat als je in die tijd iemand had gehad die jou daar meer in begeleid had, dat jouw prestaties nog beter waren geweest? Daar denk je wel eens bij na. Alles telt niet in de sport. En telt ook niet in het bedrijfsleven. Dus daar zul je nooit achter komen. Maar hetgeen wat ik geleerd heb in mijn studie, ja, heeft me wel eens tot nadenken gezet van, zou dat misschien nog het extra zetje zijn geweest om nog hoger op die wereldranglijst te kunnen staan? Ik ben nu een half jaar bezig en er is nu ruim 15 kilo vanaf. Dus. Zo. Ja, is netjes. Nou, netjes. Fantastisch. Ja, nee, ik ben er zelf ook heel blij mee. En nu is het een kwestie van zo proberen te houden. Dus vandaar dat ik nog een derde programma erachteraan doe. Niet iedere week hier naartoe, maar iets mindere frequentie. Maar gewoon voor de stok achter de deur om zo proberen te houden. Maar dat gaat wel lukken, dat weet ik zeker. Ja, mag je erop komen. Yes. Heel goed. Het blijven doorgaan is natuurlijk het doorzettingsvermogen wat een sporter heeft, is vaak iets meer dan tussen aanhalingstekens de normale personen. En dat helpt wel, denk ik. Als er mensen een keer wat aangekomen zijn hier op de weegschaal, dan moet dat niet per definitie zijn dat ze bij de pakken neer gaan zetten. Dan probeer ik ze toch een extra motivatie mee te geven. Hey, kom op, de aanhouder wint. Had je iets met tennissen? Ik heb zelf ooit wel getennis, maar niet dat nou de reden is dat ik zeg van, het is Mirjam Ormans, dus nee hoor. Als mensen hier de deur uitgaan met weer een kilo eraf of met een bepaalde doelstelling die ze bereikt hebben, dan kun je bij wijze van spreken elkaar een high five geven en zeggen van, dat hebben we toch samen eens eventjes gedaan. En het grootste gros ligt natuurlijk wel bij de klant zelf, want die moet de discipline opbrengen. Maar dat kleine stokje achter de deur wat ik dan ben, is voor de klant net genoeg om dat beetje door te zetten wat nodig is.